In de kennisimpuls waterkwaliteit werken onderzoekers en gebruikers samen aan schoner water. Het resultaat is een koffer vol met kennis. Al blijven we onderzoek doen. Overnieuw. Succes. Hoe kunnen we die kennis het beste gebruiken? Hoe verbeteren we de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater? En hoe vergroten we de biodiversiteit? Kijk mee naar het kennisimpulsproject Gewasbescherming. De waterbeheerders in Nederland komen zowel in het oppervlaktewater als grondwater bestrijdingsmiddelen tegen. In zodanige concentraties dat het problemen kan geven voor het drinkwater en voor de beesten en planten in het water. We weten wel een beetje waar het vandaan komt, van de landbouwgronden, maar in welke mate en hoe weten we niet. En daarvoor hebben we meer kennis nodig. In onze aanpak zijn we eerst de kennis over emissieroutes gaan verzamelen en ordenen. We hebben in beeld gebracht wat de bijdrage is van die routes en wat de hiaten zijn in de kennis om die bijdrage te kunnen schatten. Wat uniek is aan dit onderzoek is dat veel versnipperde en al bestaande kennis dat die ontsloten is en ter beschikking is gekomen voor een grote groep telers. Goedemorgen. Daar is hij dan. Kijk eens aan. Ja. Dankjewel. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn drie dingen. Inzicht in de emissies vanaf het erf van bollenbedrijf. Tweede is een verkenning voor een early warning system voor bestrijdingsmiddelen in het ondiepe grondwater. En het derde is een tool voor telers en hun adviseurs die belangstelling hebben voor opties voor maatregelen om afstroming van water en afspoeling van stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen, vanaf hun perceel aan te pakken. En je ziet aan deze kaart dat het meeste van het water, als het afstroomt over Maaibel, in die kabels terecht. Het nut is dat telers in beeld krijgen wat de meest effectieve maatregelen zijn om emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater te verminderen. En dat is voor ons als waterbeheerders prettig, omdat wij dan ook minder problemen hebben in het oppervlaktewater en grondwater daarmee. De voorspelling is vrijdag onweer. Zie je zo'n bui overkomt, gaat het zo hard regenen dat het water niet in de bodem kan zakken. Krijg je plasvorming en gaat het water over Maaiveld naar het laagste punt. Ik hoop dat de telers en de adviseurs van de telers deze tool en ook alle kennis die gebruikt is, dat die toegepast wordt. En ik wens iedereen een goede toepassing toe. Ja. Kennisimpuls waterkwaliteit. Samen werken aan schoner water. Zo gaat het in zijn werk. Ja.